Vandaag hebben we met het TU Delft Solarboat Team in het Maritiem Museum in Rotterdam onze waterstofboot onthuld. Niemand minder dan Jan Terlouw heeft de boot gedoopt. En met dit project willen we de maritieme industrie inspireren om stappen te nemen naar een duurzame toekomst. Ik vind het een prachtig initiatief. Want in 2016 hebben alle landen van de wereld met elkaar een overeenkomst gesloten dat er minder CO2 zou worden geproduceerd. Maar daar zijn de luchtvaart en de scheepvaart buiten gehouden. En nu is er een initiatief hier van de Delftse studenten om schepen ook te laten varen en op zonne-energie en op waterstof. Het TU Delft Solarboat Team is een team van 20 studenten met als doel het inspireren van de maritieme industrie om de overgang naar duurzame energie te versnellen. Met het TU Delft Solarboat Team bouwen we 's werelds eerste vliegende waterstofboot. Deze waterstofboot is bedoeld om te gaan racen in Monaco, van 6 tot 10 juli. Een duurzame botenrace waar wij wereldkampioen willen worden. We moeten het allemaal doen en iedereen moet doen wat hij kan. En wat kunnen technische studenten? Die kunnen zo'n mooi schip bouwen. We zijn heel erg trots dat iemand als Jan Terlouw vandaag onze boot heeft gedoopt. En daarmee eigenlijk ook benadrukt hoe belangrijk duurzame innovatie is. Je handelt duurzaam als je de wereld niet slechter achterlaat dan je hem hebt aangetroffen. En dat moeten wij met z'n allen doen. En als studenten daar het voorbeeld in geven, dan is dat prachtig. Met de doop van deze boot hebben wij vandaag een stap dichter naar een duurzame toekomst gezet.